We zijn hier op landgoed Het Medler, midden in de Achterhoek. Meer in het bijzonder in de landgoederenzone van de Baakse Beek. Van oudsher is het een heel nat gebied. Maar we zitten hier op de dekzandruggen in de Achterhoek. Dus heel erg droogtegevoelig. Daar treedt schade op aan natuur, maar ook de landbouw heeft er ook last van. Het klimaat is zodanig aan het veranderen dat, dat lange periodes van droogte worden afgewisseld met hevige neerslag. Als je in het gebied niets zou doen dan aan de infrastructuur die bestaat, dan is het water snel afgevoerd. En door het gebied opnieuw in te richten, kun je dit water langer vasthouden. Daar heeft de functies landbouw en natuur hebben daar erg veel baat bij. Dit was een weiland waar we hier staan. Wel slecht. Het is een bestaande laagte in het gebied. Dus van origine ook al wel wat natter. Voor de landbouw daarom niet heel erg geschikt. Dus het was ook niet heel ingewikkeld om die gronden ter beschikking te krijgen voor het project van het waterschap. Omdat we de boeren naar betere gronden toe hebben geruild. Dus de boeren hebben er ook baat bij dat dit gebied langer water vasthoudt. Omdat in de zomer zijn die gronden beter in staat om gewassen voor te brengen. Meneer, bent u zich ervan bewust dat dit een heel laaggelegen wijk is? Ja, ik weet dat dit het laagste punt van Nederland is. Dus dat toen deze wijk is opgezet, heel veel rekening gehouden moest worden met water. Westergouw is een wijk die tot de verbeelding spreekt. Het punt van water en bodem sturend. Dat het diepste polder van Nederland is, zo'n 5 meter onder zeeniveau. Instabiele bodem, veel kwel. Dus daar is wat strijd over gevoerd, moet je daar bouwen? Uiteindelijk is gezegd, je mag er wel bouwen, maar dan moet je wel die overlastproblemen voorkomen in de inrichting. En daar zijn er heel veel extra voorzieningen gekomen, ten laste van het project, niet ten laste van de overheden of de toekomst. Bijvoorbeeld waterveiligheid, keerwalwoningen, heel veel waterberging, maar liefst 23% open oppervlakte waterberging is daar gegraven. Wadi's, doorlaatbare tegels. Van alles kun je echt zien wat we nu willen met een klimaatadaptieve inrichting. Dus daarmee is het misschien niet qua locatiekeuze, maar qua inrichting zeker een voorbeeld geworden voor water- en bodemsturend inrichten. Je ziet overal sloot. Volgens mij is het overal wel goed geregeld met afvoer en gemalen en dat soort dingen. Ja, je vertrouwt erop dat de wijze mensen daar heel goed mee omgaan. En er moeten gewoon huizen bij komen, dus er moet gebouwd worden. Maar ja, wel veilig, zo veilig mogelijk. U heeft mij net verteld, u woont op de tweede verdieping. Zou u ook hier op de begane grond durven wonen? Nee. Nederland is zo goed bij water, denk ik. En dan hebben ze wel goede oplossingen voor. Je hebt ook wel eens met vrienden of zo, weet je, tijdens een borrel van ja, moeten we nu een plastic op een bootje op het dak gaan zetten? Omdat het een risico zou zijn, maar ja, tot zover nog geen plastic bootje op het dak gezet. Voelt u zich hier wel veilig? Jawel, zeker. Ja. Tuurlijk. En hoe komt dat? Omdat ik dan toch maar vertrouwen heb in de overheden en in de verantwoordelijke mensen. Dat ze ja, kennelijk toch het op een veilige manier toch hebben gedaan. Dat moet je dan maar aannemen dat het zo is. Ja, ik denk dat we gewoon goed bezig zijn, toch? Ja. De waterschappen. Nu denken misschien mensen, oh die locatiekeuze is wel prima. Je kunt alles technisch oplossen. Dat is niet zo. We hebben nog steeds issues met de waterkwaliteit en ook de duurzaamheid is echt een issue als je op de verkeerde plaats bouwt. Het begint gewoon bij de basis. Grote projecten die gaan over landinrichting, want daar heb je het hier eigenlijk over. Daar is, de bodem is maatgevend voor wat je er kan. Is het veen, klei, zand in verschillende pakketten, hoe ziet het eruit? Wat doet water daarmee? En dan volgt eigenlijk de rest. Vegetatie en functies volgen. Dat kan niet anders zijn dan dat die bodem- en waterelementen, die geven daar richting aan. Dit is niet een copy-paste project. Het is hier goed geslaagd. We hebben hier 30 hectare omgevormd naar natuur met een waterfunctie. Dat zal niet op alle gebieden zo kunnen. In West-Nederland is een hele andere problematiek met water dan op de hogere zandgronden. Maar op de hogere zandgronden is dit wel een manier van werken die kan bijdragen aan het klimaat robuust maken van het buitengebied.